Hallo allemaal. Ik weet het, het is zaterdag, maar ja, wij hebben gewoon een hele te gekke gave doos binnengekregen. Ik ga het even naar achteren. Ik ga mijn schermpje ook gelijk omdraaien, want we hebben hele mooie crystal art diamond paintings binnengekregen. Gewoon al in de herfstthema, in de winterthema. En ja, ik weet eigenlijk niet waar ik kijken moet. Dus ik draai hem even om. En dan zie je dat je niks ziet, want ja, die doos is echt loeigroot. Dus ik ga er wat uithalen. Ik ga er ook wel wat verzetten, denk ik. Zo, het is echt... Allereerst wil ik laten zien dat we hem hebben. We misten de hele tijd deze kaart nog. En kijk, we hebben hem. Die grote J geeft ook aan dat we hier ook een groot steentje in hebben zitten. Ja, die zit er natuurlijk wel weer achter. Maar moet je kijken, we hebben een Santa Claus. We hebben hem. Even kijken, dan is ook binnengekomen deze hele mooie. Dus er zitten ook al wat zomerste platen bij. Dit is er eentje van 30 bij 30. Kijken, kunnen jullie hem zo nog zien? Jawel, hè? Ja. Dan hebben we binnengekregen, maar als we dan toch met zomer bezig zijn, deze hele mooie. Ik vind hem schitterend. Want we hebben eindelijk eens een... ja, ik vind het een vrij leuke plaat voor Nederland ook. Dus ja, windmolens, stulpen. Hè? We hebben ook een heel zomerse plaat binnengekregen. Dat is deze. Hier eens even zo bijzetten. Dat is dus een strandgevoel. Even kijken, dan zit er nog een... herfstplaat in. Dat is de Japanse tempel. In de herfst. Ook zit er nog een Halloween in. Jongens, kijk eens wat een mooie Halloweenplaat we hebben. Wauw. Echt, en het zijn full paintings deze. 40 keer bij 50 zitten al op een canvasdoek. Dus Halloween night is gewoon echt een te gek gave. Dan hebben we deze. Een Christmas Mountain View. Gekeken vanuit binnen door een openslaand raam. Echt een heel apart effect. Op de site kunnen jullie trouwens nog beter kijken. Dan hebben we dit hele mooie huisje nog. Een menor, helemaal aangekleed met sneeuw en ja, gewoon te gek gaaf. Dan zit er nog eentje in. En die vind ik zelf echt heel gaaf. Dat is deze Polar Express. En dan moet ik even wat ruimte maken voor jullie, want die doos was niet voor niks zo groot. Tadaa! Hij is binnen. Ik weet niet eens of jullie hem in één keer kunnen zien nu. Dat bedoel ik. Het doek is namelijk schrik niet 90 bij 65. Ik zal even kijken of we dichterbij kunnen. Wauw. Hier val je toch van stil. Ja, als je zoiets moois wilt maken voor de kerst. Wees dan op tijd. Want deze is natuurlijk ontzettend groot. En hij zegt, staat op dat die partial is. Nou, kan je vertellen jongens. Het is alleen een beetje tussen de bomen wat je niet hoeft te doen. En voor de rest... het is alleen dit hoekje wat eruit valt met de zon. En verder rest is die gewoon echt bijna helemaal te maken. Hij is schitterend mooi. We hebben er een paar van binnen, dus ja. Ik wilde deze jullie niet onthouden. Ik vind deze echt geweldig. Ja, neemt niet weg dat ik deze natuurlijk ook schitterend vind. Want ik vind die Polar Express ook wel wat hebben. Dus ja, wees er gewoon snel bij. Deze hele grote zit al op een canvasdoek, Lianne. Is 69,95. En die andere liggen allemaal tussen de 34,95 en de 35,95. Als ze 40 bij 50 zijn. Dat hele kleintje met die ballonnetjes daarachter is 25,95. En een kaart zoals dit formaat. Die dan helemaal compleet is, is 5,95. Dus gaaf toch? Ik ben gewoon verliefd op deze jongens. Het is dat ik hier eigenlijk zelf niks heb met kerst. Maar ik vind deze plaat zo mooi. Ik denk dat het ook komt doordat gewoon ja, die diertjes, alles. Ik vind, hij heeft wel wat. Ik vind hem echt geweldig. Dus ik wou hem jullie niet onthouden. Dus zelfs op zaterdag krijgen wij deze mooie producten binnen. Als het goed is verwacht ik volgende week trouwens al de eerste zending binnen van Leisure Art.
Die zijn powered by Diamond Dots. Deze zitten allemaal op canvas doek. Dat zijn gewoon van die doeken. Maar als het goed is, hebben we hier van de Amerikanen hebben we ook al binnen. Ja, deze staat al in de vitrine, Lianne, want we hebben er een paar, paar besteld. Hij staat al gewoon in het raam. Dus ik hoop dat de mensen daarop ook al naar binnen komen. Dat ze schrikken van die grote. Nou ja, hij is gewoon hartstikke mooi. Dus deze staat nu voorlopig even in de etalage. En ja, ik ben helemaal enthousiast. Dus ik ga snel door met uitpakken. Want in de rest van de doos, ja, die mogen wel even meekijken. Die zit ook nog helemaal vol. Want ik weet niet wat jullie met die kaarten doen. Maar ik blijf aanvullen. Er zitten hier ook weer gewoon heel veel kaarten bij. Die kerstkaarten zijn bij mij niet aan te slepen. Ook de gewone kaarten niet. Dus ik ga even snel uitpakken. Ik zie jullie vast snel weer. Dus ik zou zo zeggen, heel fijn weekend. Ja, als je van verre komt, bestel het bij me online. Want we versturen natuurlijk ook. En ben je in de buurt, kom dan gewoon binnen. Zeg je van nou, ik red het deze week niet, maar ik kom volgende week. Kan je er eentje vasthouden? Zijn helemaal niet de beroerdste. Dat doen we gewoon voor je. Dus ik zou zo zeggen, fijn weekend. Doeg allemaal!